Dordrecht, hemelsbreed bijna 50 kilometer van zee. En toch heeft het eiland van Dordt een eeuwenlange geschiedenis van strijd tegen het water. Nog steeds liggen bij veel inwoners de zandzakken klaar voor gebruik. Want het eiland van Dordt is nu eenmaal kwetsbaar bij hoogwater. De dreiging komt hier in Dordrecht van twee kanten. Aan de ene kant vanuit de rivier, aan de andere kant vanwege de zee. Hoge rivierafvoer in combinatie met storm op zee, die samen, dat vormt de grootste bedreiging. En daarom is dit zo'n kwetsbaar punt. Dit is de Voorstraat in Dordrecht. En je zou het niet zeggen, maar dit is dus een dijk. En een hele belangrijke dijk. Want kijk maar, als het mis dreigt te gaan, de rivierwater stijgt, dan komt het water hierheen. En deze dijk is ervoor bedoeld om ervoor te zorgen dat de mensen in de binnenstad droge voet houden. Als het heel dreigend wordt, dan hebben we hier als extra slot op de deur het vloedschotsysteem, waarmee de dijk nog een centimeter 50 extra opgehoogd kan worden. Het systeem moet wel werken en daarom testen wij dat elk jaar. En bovendien, bij zware storm op zee, worden we ook nog beschermd door de Maaslandkering. Dit is de Maaslandkering bij Hoek van Holland. Samen met de Hartelkering vormt het de Europoortkering. Die vormen een belangrijke functie, hebben een belangrijke functie in de bescherming van het achterland tegen overstromingen. Tot aan Dordrecht aan toe. Met deze kering en andere keringen beschermen we 2 miljoen mensen tegen het effect van overstromingen vanuit zee. Gebouwd in 1997 en door die bouw was het niet nodig om de dijken op te hogen in bijvoorbeeld de historische binnenstad van Dordrecht. De beslissing om de kering te sluiten is in principe automatisch. Daar worden waterstanden voorspeld, verwacht. En als die hoger zijn dan 3 meter bij Rotterdam of 2,90 meter bij Dordrecht, dan besluit de computer automatisch dat de kering dicht gaat. Op het moment dat we zien dat de waterstandvoorspelling hoog is, dan stremmen we de scheepvaart. We varen de kerende wand uit. Daar zitten onderin kleppen, die gaan open. De kerende wand vult zich met water en zinkt in het midden van de rivier af. Dat uitvaren en afzinken duurt ongeveer 2 uur. Bij hoogwatersituaties is de samenwerking met waterschappen en de gemeentes uitermate belangrijk om die veiligheid voor de burgers te kunnen garanderen. Als het echt spannend wordt, dan is het heel belangrijk om goed samen te werken en goed informatie uit te wisselen. Rijkswaterstaat weet wat er verwacht wordt, kan voorspellingen doen. En wij kunnen op basis daarvan de juiste beslissingen nemen, juist in die moeilijke omstandigheden.